Fouad Idabdelhaj trainde vanmorgen voor het eerst mee met FC Dordrecht. Tijdens een afwerkoefening liet hij bij vlagen zien waarom hij 5 jaar geleden bij NAC namaakte als een gevaarlijke spits. Maar in Breda brak Idabdelhaj nooit helemaal door en na RKC een avontuur in Duitsland en Marokko is hij de rest van het jaar in Dordrecht te bewonderen. Ik wil niet zeggen dat dit als mijn laatste kans is, want ik ben gelukkig nog 24, maar zo zie ik het wel een beetje. Ik moet nu alles geven en ja, hopelijk gaat het de aankomende maanden goed komen. Want we kennen jou natuurlijk als een talentvolle speler toen bij NAC, toen je doorbrak, schoot je ze er achter elkaar in. Wat is sindsdien misgegaan waardoor je niet helemaal doorgebroken bent? Gewoon keuzes. Keuzes die je op dat moment als voetballer maakt. En misschien niet echt leven als een prof. Dus wat denk ik meerdere jongens meemaken. Alleen pech wil ik ook nog erbij noemen. Maar kijk, dat wil ik nu achter me laten. En, ik ben gewoon heel blij dat ik nu bij Dordt ben. En om mijn eigen weer te laten zien. FC Dordrecht kan Idabdelhaj goed gebruiken, want Gary Mendes Rodriguez speelde vrijdag zijn laatste wedstrijd voor FC Dordrecht. De buitenspeler heeft een contract bij het Bulgaarse Levski Sofia getekend. Gary Mendes is natuurlijk iemand die vanaf de zijkant voor heel veel gevaar kan stichten. Denk nog even aan de afgelopen wedstrijd. Vanuit zijn voorzet werd het 1-0. En het was natuurlijk een hele talentvolle, jonge, grillige speler die zomaar uit de amateurs kwam en hier al wel furore maakte. Dus hartstikke leuk ook wel voor de jongen dat hij zo'n grote transfer gemaakt heeft. Alhoewel, ja, Bulgarije, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar goed, dus een specifieke buitenspeler. Jammer dat we hem kwijt zijn. Met Mendes Rodriguez er nog bij verloor Dordrecht vrijdag met 4-2 van Helmond Sport. En daarmee heeft de nieuwe trainer Gert Kruijs met 0 punten uit 2 duels een valse start. Nou, een valse start is het, hè. 2 wedstrijden verloren. Maar goed, we zijn net begonnen. Ik ben er net bij en we hebben net al een situatie geschetst dat er heel veel jongens weg en een heleboel jongens weer bij zijn. Dus ja, het is ook even hectisch geweest. En ik hoop dat de rust nu weer gekeerd is en ik hoop dat we aanstaande vrijdag wel uit de aantal kansen dat we het hoogste rendement halen, dat we de punten hier houden.